Rotterdam heeft in de competitie een fraaie thuisreeks neergezet tegen Bloemendaal. De laatste keer dat de Groen-Witte thuis verloren van de tegenstander van vandaag was 9 jaar geleden. Jamie Dwyer toen erbij, vandaag ook weer van de partij bij Bloemendaal. Bloemendaal dat in Rotterdam een sterke tegenstander trof in dat eerste kwart. Hier gelijk een strafcorner met Jeroen Hertzberger, aanvoerder en boegbeeld van Rotterdam. Hij versiert de corner en hij mag hem ook zelf gaan nemen op de kop van de cirkel. De sleeppoes van Hertzberger en die is raak. 16 minuten gespeeld, 1-0 Rotterdam. Jaap Stokman, kansloos. Deze prima push van Hertzberger, keurig in het hoekje. 1-0. Nog een keer, omdat hij zo aardig is en precies past. 1-0 dus voor Rotterdam. En Rotterdam dat heeft wat recht te zetten, want Rotterdam verloor vorige week van Pinoquet. Onnodige nederlaag, 3-2. Rotterdam was toen heel slecht en vandaag heel goed. De kans net voor Milan van Baal. Bal komt niet weg uit de cirkel van Bloemendaal. Thijs van Dam die het probeert. Maar dit draait nergens op uit. Rotterdam dus de betere ploeg. Voor eigen publiek. Maar Seffi van As hier de bal verspeelt. En Bloemendaal kan daardoor vandoor. Aan de linkerkant van het veld. Schuurman hier weggestuurd. Glenn Schuurman. 1-1 met de keeper. Maar hij mist. Struikelpartij van Schuurman. Die vorige week nog ontbrak. Duimblessure. Vandaag wel van de partij. En lijkt dus prima op tijd fit voor de Hockey World League. De finale ronde daarvan volgende maand in India, voor die geselecteerd is. Jamie Dwyer is daar niet meer bij. Nam lang geleden afscheid als international van Australië. Schiet deze bal naast. Van de tweede helft, waarin Bloemendaal dus iets anders moet gaan verzinnen. Dat lukt, want hier is Florian Fuchs met een machtige uithaal. De Duitser speelde deze week nog 2 interlands met zijn nationale team. Geen probleem om hier weer te schitteren. Rotterdam krijgt die bal niet helemaal lekker weg. En daar is de uithaal van Fuchs. Heerlijk erop. 42 minuten gespeeld en 1-1. En Bloemendaal dat dus beter was in die tweede helft. Hier met Bovendeert. Acrobatische actie van de spits. Maar gaat er niet in. Helaas. Voor de Brabander. Lang geblesseerd was. En Bloemendaal was beter dus. Maar maakt het niet af. 1-1 blijft het dus in Rotterdam. Rotterdam wint weer niet. En gaat als vijfde de winterstop in.